zit ik met mijn broer. En we gaan nu een potje dammen voor de laatste oefeningen voor de NK. Veel plezier, jongens. Tom, nou, we hebben net te oefenen met Hans. Dan gaan we het trapje weer in combinatie. Nee, weet ik dat het moeilijk is bij je broer. Maar we zitten nu echt vlak voor het NK. Dan moet het afgelopen zijn. Ah, van fouten leer je wel, hè. Zolang ik maar het NK niet doe. Ja, maar we zitten nu er vlak voor. Dat kan echt niet meer. Nou, weet ik. Maar ik heb de hoop nog in dat het niet op het NK gaat. Ik heb het idee dat het toch steeds erger wordt, Hans. Want normaal, zoveel fouten maakt hij niet. Hij maakt nooit fouten. In één keer die het NK bijna er is, gaat helemaal mis. Ik denk straftraining, dat is de enige oplossing. Shit, hoe moet ik schrijven? Nou, ik denk eerder beweging. Het is lekker warm buiten. Boven de 30 graden volgens mij op dit moment in de zon. Dus ik denk dat we maar een paar rondjes moeten laten redden. Want conditie is belangrijk, hè? Ja, zeker. Uithangingsvermogen is heel belangrijk bij een NK. Doe maar even 10 rondjes om het gebouw. Drinken wij nog een colaatje? Dan gaan wij nog even. Ah, doei, hè.